Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. En in deze aflevering gaan we proberen Blake, de tweede gymleader van deze vernieuwde Hoenn-regio, te verslaan. Hij had een Murkrow die me veel pijn deed de vorige keer. Hopelijk kunnen we deze Murkrow nu wel verslaan. Ik heb de Pokémons een klein beetje getraind. Venonat is level 27 en volgens mij is mijn Solacius level 26. Dat weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om mijn Pokémon te trainen. Die Wing Attack kan nog steeds veel damage doen. Oeh, hij doet echt nog steeds heel veel damage. Maar we zijn sneller dan de Murkrow en dat is essentieel in dit verhaal. We hebben de Murkrow in ieder geval verslagen, dus dat is mooi. We kregen wel echt veel damage. We kregen echt wel veel HP. Kijk, deze Houndour is ook nog eens een vuur-Pokémon. Dat helpt ook niet, maar we zijn wel weer sneller. Dus als we hem kunnen one-hit KO'en, dan... Dat kunnen we niet, dat is balen. Hit hij zichzelf in Confusion? Dat zou wel heel nice zijn. Ja, hij hit zichzelf in Confusion, oké. Niet genoeg, helaas. Hij kan zichzelf een beetje healen met een Oran Berry. Hoezo is hij sneller opeens? Oh, wat een bullshit. Ik dacht deze hebben we in de pocket, maar we hebben hem dus niet in de pocket. Maar ik ga het nog wel een keer proberen, want ik denk dat er heel veel narigheden gebeurden die niet nodig waren. We moeten Magical Leap doen, maar deze overleven we niet. Oh, deze what the fuck, deze overleven we wel. Ook nog geburnt. We worden wel hard genaaid door de game, moet ik zeggen hoor. De Houndour is dood, alleen met een geburnde Solacius wordt het heel lastig. Sneasel, ook nog eens een ijs-Pokémon. What the fuck hebben we? What the fuck? Oké, ik denk oprecht dat we heel veel pech hebben gehad. Ik denk dat we deze makkelijk kunnen winnen. Alleen hebben we echt gewoon pech gehad. Oké. We gaan het nog een keer proberen. Ik denk echt dat we pech hebben gehad. Maar met Venonat kunnen we een heel eind komen, denk ik. Ik denk dat we echt gewoon genaaid werden. Oké, Blake, we gaan het nog een keer proberen, jij vuile bitch dit. Ik denk dat we echt zwaar hard genaaid werden. Oké, Blake heeft een Murkrow. Lijp een Murkrow flavor. Als we nou een keer critten, dat zou mooi zijn. We zijn sneller. Dus dat is mooi. We critten niet, maar hij taunt. Dat is op zich goed, want dan hebben we geen damage. De Murkrow is dood, oké. Kom maar met die Houndour. Met een beetje geluk kunnen we die Houndour killen met Single Beam. Crit zou erg meehelpen, moet ik zeggen. Het is weer geen crit. Maar hij doet Glare. Wat doet Glare? Oh, hij paralyzed me. Dan ben ik ook nog slomer. Dan kan hij me gewoon weer killen met een Flame Wheel. Oké, hij killt me niet. Maar ben ik nu geparalyzed? Nee, ik ben niet geparalyzed. Oké. Zijn level 28. Hypnosis. Ja, die kunnen we voor tackle wel even doen. Oké, nice. Die Sneasel. Ja, die kunnen we ook gewoon... Maar dan moeten we raken. Dat is het probleem. Hij pursued me. Dat is op zich niet erg. Alleen geen paralyze. Nee, geen paralyze. Oké. Okay. Even kijken of die Signal Beam op de Sneasel doet. Kijk, die one-hit KO te Sneasel. Daar hou ik van. Heel nice. Nou, we hebben hem gehaald. Het enige wat er voor nodig was, is het trainen van mijn Pokémon. En dat is gelukt. Top. Nou, dankjewel, Blake. I understand your power comes from within, driven by your own ambition. You have more than earned this gym badge. We received the shadow badge from Blake. Heel ziek. The shadow badge makes all Pokémon up to level 30. Even if you get from trades. Okay, thanks. Thanks, broeders!
TM08. Lekker. Oké, we hebben TM08. Pursuit, oké. Zo, nice. We hebben weer wat gecomplete. Ik denk dat we zo meteen... ja, we kunnen kijken wat we van Mr. Stone krijgen. Maar dan moeten we helemaal... Want we zullen geen XP share krijgen, want die zit al in de game. En dan moeten we helemaal naar Rustboro. Dat kunnen we ook gewoon doen op het moment dat we Fly hebben of dat we als we in de buurt zijn. Ik denk dat we gewoon door naar Sleepport gaan. Laten we naar Sleepport gaan, kale meneer. Dankjewel. Ahoy, we've made land in Sleepport. I suppose you're going to visit Captain Stern and deliver the Devon goods? Klopt, ja. Er staan weer heel veel merken. Ja, die wil ik op zich wel verslaan, maar ik wil eerst gewoon heel eventjes zorgen dat ik hier even de Pokémon Center in ga. Dat ik in ieder geval safe ben. Leuk liedje. Oeh, een Pokéball. Een potion. Oké, laten we hier de double battle aangaan onder de parasolen. Tegen twee kinderen met de zwemband. Dit is een beetje vies. Lola en Chandler. Met Azurill en Tentacool. Met, wel met de vette Tentacool Kabooming. Aqua Jet. Nou, dat zal niet zo heel veel damage doen op de Solosis. Deze Signal Beam. Iets meer? Oh, ook niet. Oeh, dat deed wel pittig weinig damage. Deze Magical Leaf die kilt die Tentacool. Dat sowieso. Ja, gelukkig. Oh, dat was een crit. Nou, ik zei dat hij hem zou killen en dat is gebeurd. Niks van al. Kijk, dat is tenminste XP. Nog een Tentacool. Wel ja joh, die hakken we ook wel in de pan. Body Slam. Ik dacht dat Body Slam... recoil gaf, maar dat is dus blijkbaar niet zo. We fainted attack. Oké. Okay. Azurill geeft iets minder XP, zie ik. Oh, nog een Azurill. Ze zijn wel erg origineel met de Pokémon die ze hebben. Acid, doe eens normaal. Special defense spell. Niet zo blij met de asset, oké. Okay. Tentacool is gone. Weer veel XP als het goed is, dus dat is altijd leuk. Venom level 29, nog twee levels en evolueert die, denk ik. Ik denk dat dat bij deze Venom net ook zo is. Daar ga ik wel vanuit, maar dat weet ik nog helemaal niet zeker. Ik heb trouwens Psybeam geleerd tijdens het trainen tussen de afleveringen door. Dus de Azurill is dood. Nice. Mami! Oh, Tuber Lola. Geef me een Pokénav nummer. Ja, daar ga ik niet vechten, maar hier wel. Ik wil deze mensen wel eventjes proberen te verslaan. Ik bedoel, we zijn toch op het strand. Waarom zouden we dat niet doen? Deze tuber Ricky heeft een Zigzagoon. Wel even 20, oké. Okay. Paint attack. Boom, lekker voor je. Gratis XP. Oh, ik word helemaal moe van die Pokénav bitch dit. Oeh, het is een double battle. Daar hou ik van. Tuber nog wat is en Sailor nog wat is. Sailor Edmund en Tuber Haley. Met Wingull en Mirrill.
Wij doen Faint Attack op de Wingull en Magical Leaf op de Meryl. Nou, dat was de Wingull. En dat was de Meryl. Kijk, al te vlot, weg met de Meryl. Dat zijn weer de experience voor ons. Oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet wat we nog aan pokeballs hebben op het moment. Even spieken. Verbazingwekkend weinig. Dus daar moeten we straks even wat aan doen. En misschien ook even wat potions kopen. Wellicht is dat een idee. Een spierballenman. Met een Wingull. Faint Attack. Wingull is gone. Wingull is gone! Solus is level 29, nice. En een Machop, ja, daar zetten we Solus dus wel even voorin met de Psybeam P. Weg met Machop. Psychische straal, kabon. Oké. Okay. Nice. 608 coins. We hebben denk ik vast wel veel. Ja, trouwens, we zijn denk ik. Je raakt de helft kwijt als je blacked out. En we zijn natuurlijk wel geblacked out door de tweede gym leader net. Dat is wel zuur als het de helft heeft gekost. Och, Roxanne moet ook weer haar telefoonnummer droppen bij ons hoor. Roxanne! We gaan het hier zien. Ja, zie je, volgens mij zijn we veel geld kwijt. Hé, hey, je kan heavy balls kopen hier, what the fuck. Ja, laten we dat maar doen. Echt zonde. 10 potions. Laten we ook nog even sellen. Want we hebben Nugget als het goed is. Een Tiny Shroom kunnen we verkopen. Pearl kunnen we verkopen. Hier 700 Otzeflos. En een Nugget voor 5000. Kijk, lekker. Laten we de Devin Goods maar gaan inleveren. Na, 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 na. Hé, dat moest hier toch? Dacht ik. Ben ik nou helemaal... Oh, noem het bij hem. Ik dacht al. Ik ben nou aan de bal. Hier, pack. Kijk. Nou, dan gaan we hierin. Moeten we betalen zeker? Hier, $50. Captain Stern. Yes, if you're looking for Stern, that would be me. Ah, those must be the parts I ordered from Mr. Stone of Devon. Dat klopt, ja. Woyo, Team Aqua Aqua. Ik moet tegen deze Team Aqua mensen vechten. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Met je blauwe hoed. Een Carvana. Wel een normale Carvana, geen bijzondere Carvana. Deze Venno heb ik net. Hij is wel dark, dus single beam moet wel veel damage doen. Kijk, weg. Oh, het was ook weer een crit. Toch weg met die Carvana, op zijn vlot. Die andere wil ook wel vechten, dat dacht ik al. Nou, dan doen we dat toch, joh. Kom ook maar met de Carvana. Of met de Pushenna, mag ook. Of allebei. Oh, of een Zubat. Dat stond niet in mijn rijtje. Maar die kan ik met Faint Attack ook wel killen. Al is hij wel even 20. Hij kan hem toch killen met Faint Attack. Wat een vlot. Level 30. Dan ga ik zo meteen mijn Rare Candy'tje gebruiken, denk ik. Seal.
Of zou het een rare seal zijn? Ja, het is een heftige seal. Ik weet niet welke type is hoor. Hij is nog wel water. Vette seal, oh mijn god. Oké, nou dat was Team Aqua. Jullie denken dat jullie stoer zijn, maar dat zijn jullie niet. Doe die tijger als je pussy bent. Kom nou niet stoer doen jij meneer van de aqua meneer. Ga weg. Scheer je weg, schaf uit. Schobbejak. Dankjewel. Geef me even iets goeds. Devon Goods, maar ik hoef helemaal geen Devon Goods. Nou, oké. Ik word al geheeld, dat vind ik zeer prettig. Oh ja, ik zou iets doen. Dat lijkt me wel een leuk idee. Een rare candy. Volgens mij evolueer ik nu toch? Ja. Wat? Venonat is evolving. In het meisje of in het... Oh nee, ik ben het meisje, dus dan evolueer ik als het goed is in het in een fairy type. We evolueren namelijk in deze bitch. In een... Venonat is een loose moth geworden. Loose moth. Moonracer? Tuurlijk wil ik Moonracer leren. Ik heb geen idee wat het is, maar ik wil het leren. Het is een fairy type. Call to the moon to attack. May put the foe to sleep. Dat is een fucking goede aanval. We zijn fairy type. Bug fairy kabooming. Nice. Kijk. Bug fairy. Loose moth. Heel ziek. Ik moet trouwens wel even Solosis even voorin gaan zetten, denk ik. Oeh, daar komt Scott. Scott? Huh? I'm sure I met you somewhere before, dat klopt. Oh, Scott wil ook in mijn telefoon hoor. Natuurlijk wil Scott dat. Ja, Scott, leave me alone, please. Thank you very much. Maar ik hoef er niet te healen, want dat is al voor me gedaan. Dan kan ik hier nu gewoon lekker verder, toch? Ja, ik kan verder. Maar zal ik eens kijken wat voor Pokémon er hier te vinden zijn? Ponyta, die kan je normaal hier niet vinden. Een vuurtype zou wel heel nice zijn. Dat is een Puchena. Maar zoals jullie misschien nog weten van de vorige afleveringen. Ik speel alleen maar met Pokémon die nieuw zijn, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Die nieuwe vorms hebben. Dit is een Wingy. Gewoon even een paar Pokémonnetjes checken. Misschien zit er wel iets heel cools tussen. Deze is niet cool. Dit is een Wingull. Dat is alles behalve cool. Ik kan ook gewoon naar boven lopen en dan naar rechts. En dan kom ik waarschijnlijk als het goed is vanzelf zo nog meer graspetjes tegen. Hey, Birch. Oh, Milan. Imagine seeing you here. May is iets verderop. Ja, ik weet hoe die magical system werkt. Flikker gewoon een ental. Ik hoef Professor Birch niet in mijn telefoon. Hey, deze battle is hier normaal niet. Ik wil helemaal geen battle. Een Cleffa en een Pichu. Oké, baby Pokémon Town. Solosis en Loose Moth.
Ja. Laten we Moonracer eens doen. Moonracer! Ah, oh. Coole aanval. Wat komt er nu? Een Elekid. Oké, Cleffa. Cleffa ook dood? Ja, Cleffa ook dood. Nice. En dan komt er zeker ook een Magby. Ben ik? Cool. Nee, ik ben niet cool. Hij heeft een Pichu. Zo'n gemiste kans, hè. Zo'n gemiste kans. In ieder geval gaan die Pokémon wel makkelijk dood, dus dan is het niet zo erg. Mildrink, doe eens normaal, Pichu. Denk je dat je stoer bent of zo met je Mildrink? Denk je dat je dan sterke botten krijgt? Nou, ik dacht het niet. Sloot level 30, nice. Caleb. I wasn't close to what I could do. Oh, ik krijg gewoon een telefoonnummer. Het is echt niet te geloven. Even kijken, wat zou je kunnen vangen? Alleen maar Magikarp, want anders word ik boos. Dan word ik boos als dat zo is. Eén Magikarp, dan ga ik al weg. Was het een Magikarp? Zie, die wil ik! Level 10 is al tanto laag, maar toch wil ik hem! Ik ben blij dat ik het hier probeer. Ik had beter misschien een netbal kunnen gebruiken. Nee hoor, ik heb de tentacool. Hotse vlot. Waarschijnlijk waterelectric, tenminste zo ziet hij eruit. Heel ziek. Nee, we willen zeker geen nickname. Pokémon. Tentacool. Summary. Water Electric. Met welke aanval? Aqua Jet. Oké. Okay. Maar die houden gewoon in het team. En die mag gewoon eventjes wat... ja. Hé, hey, yo, is hier een Hidden Grotto. Die mag gewoon eventjes wat... leveltjes krijgen doordat hij in de back is. Oeh, Psychic Jaclyn. Jaclyn. Nog iets. Oeh, Drowsy. Onze pianospeler. Confusion, dat is normaal. Level 25, ze worden wel iets beter nu. Dat is alleen maar fijn. Misschien niet voor de lengte van de battles, maar wel fijn voor de niet-lengte van de battles. Nee, voor de experience en de monies waarschijnlijk ook. Kijk, voor Tentacool is het zeker fijn. Want hij is meteen level 11. Ik ben heel benieuwd wat hier is. Secret tunnel! Secret tunnel! Door de bergen! Geheime, 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 geheime tunnel! Tikletik, tikletik, trio, trio, trio! Dit is gewoon meme tunnel, what the fuck? Meme tunnel is hier. Met een Wishmer. Een meme tunnel en een Wishmer. Wat is het voor een tunnel? Wat kan ik met deze tunnel? Ik weet alleen dat er tikletik, tikletik, hier is. Arena Trap, moet je per se dood? Dat hij ook nog eens Magnitude doen? Wat een vuile bitch is dit, zeg. Magische bladeren. Magische bladeren. Oeh, nog één Pokémon voordat we deze geheime tunnel uitgaan. En het is een roze konijn. En ik hou niet van roze konijnen. I got away safely. Hmm.
Gaan we hier verder of gaan we hier niet verder? Dat is de vraag. Ik wil die pokebal nog wel even pakken. En dan is het klaar voor deze aflevering. Deze Puchena is de bitch. Waarom? Dat ik het zeg. Een dire hit. En daarbij eindigen we deze aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering, doe je duimpje omhoog. En dan zie ik je graag volgende keer weer. Adios, amigos.